Wacht hier maar even. Anne. Ze zei dat hij de hele middag naar de stad zou gaan. Kom mee, we moeten voor hen in het trappenhuis terug zijn. We halen het nooit. Die koets kan veel sneller. Ja, maar deze gang is een stuk korter dan de weg. Ik stoot toch niet, hoop ik? Nee, we zijn net bezig met aardrijkskunde. Ah, dat is een mooi vak. Doe me goed je best, Gert-Jan. Gert-Jan, dan gaan we nog één keer de hoofdsteden van Europa herhalen. Amsterdam is de hoofdstad van Nederland. Londen is de hoofdstad van Engeland. Parijs is de hoofdstad van Frankrijk. Ja, en dan nu omgekeerd. Wat is de hoofdstad van Denemarken? Oslo. Nee, Stockholm. Nee, Gert-Jan. Ik kan het niet meer. Wat heb je nou aan al die rotsteden? Nou, als je later gaat reizen, dan zul je zien hoe mooi die steden zijn. Welke dan? Bijvoorbeeld de hoofdstad van Denemarken. Die ken ik niet. En dan kan ze ook niet nadenken. Ik merk dat mijn aanwezigheid hier stoort. Ik laat u nu verder alleen met uw leerling. Ik spreek u straks nog wel. U blijft ordineren? Heel graag, dank u. Zo, die zijn we kwijt. Mooi. Dan kun jij je nu goed op je werk concentreren? Ja, ik ben hier gekomen om je les te geven. En om met mij naar de schat te zoeken. Ja. Maar ik vind één geheime gang vandaag wel genoeg. Iwan. Ik dacht even dat het Tom Gades was. Iwan, waar was je nou? Heb je helemaal niet gezien dat we de geheime gang gevonden hebben? Ik denk dat Iwan al lang wist waar die was. Ja, Iwan? Weet je ook waar de schat is? Oh, je hoeft het niet te vertellen hoor. We vinden hem toch wel. Zaterdag gaan we verder zoeken, hè, meneer? Dat hangt er vanaf of jij vanmiddag verder je best doet. Hadden we waren gebleven bij de hoofdstad van Denemarken.
De hoofdstad van Denemarken is Kopenhagen. Ja, dat is goed. Gert-Jan, dit is de laatste keer dat ik je waarschuw. Meneer Van der Steg, ik zou hem maar eens flink onder handen nemen. Ik ben niet meer op les. U mag alleen maar straf geven als u les geeft. Ik zou eerst maar eens mijn mond leeg eten. Gert-Jan, ben je toch altijd aan het knoeien? Kijk nou eens even, ik kan toch aan het wassen blijven? Wat een troep nou weer. En die kleren zitten helemaal vol. Ik kan die modderpoten in de gang en... Selina. Excuseer, meneer. Zo'n verbeeldig dat hier de baas in huis is. Ben ik ook. Dat ben je zeker niet. En daarom ga je nu meteen naar je kamer. Selina, laat de boel maar even hier. Oh. En breng mijn neef naar bed. Ik ga zelf wel. Ja, ja. Hoe kan ik dan weten of je je gewassen hebt en of je je tanden hebt gepoetst? Laat maar, Selina. Ik zal Geert-Jan wel naar bed brengen. Doet u geen moeite, meneer Van der Steeg. Geert-Jan is helaas een van die verwende jongetjes waar men alleen maar last van heeft. Selina? Ik ben oud genoeg om zelf naar bed te gaan. En ik ga alleen. Geert-Jan? Nee! Hij is inderdaad oud genoeg om zelf naar bed te gaan. Laat hem maar. Selina, we drinken koffie in de rococo-kamer. U toch ook, meneer Van der Steeg? Graag. Maar ik ga eerst even naar Geert-Jan. Waarom? Om zeker te weten dat hij echt gaat slapen, meneer Griesestein. Zeer prijzenswaardig. Het is waar, Geert-Jan, dat je kleren in de was moeten. Maar daarom moet je... Ik heb toch gezegd dat ik al... Dacht je dat ik me daar iets van aantrek? Je hoeft toch nu geen komedie meer te spelen? Komedie? Ja. Dat onder het eten was toch zeker allemaal komedie? Maar ik vond het helemaal niet leuk. Ik zou er ook liever niet aan meedoen. Zeker niet naar die spannende middag van ons. Waarom Grades het niet? Laten we het nou eens niet over oom Grades hebben. Vond het ook zo machtig vanmiddag? Nou, die geheime gang. Haar is niet te geloven. Je zult er doodmoe zijn, joh. Het is eigenlijk heel goed dat je vroeg in bed ligt. Ik maak het ook niet laat vanavond. Waarom bent u eigenlijk toch gekomen? Gewoon. Om eens lekker toe te stoppen. Blijft u nog even? Goed. Zijn dat je vader en je moeder? Niks van ze. Mama ging dood toen ik nog heel klein was. En een baby herinnert zich niks. Ik vind dat nu wel jammer. Soms juist niet. Dat begrijp ik, Jochie. Papa is verongelukt met een vliegtuig. Toen ik 6 was. Hij was heel lang, net zo lang als u. Dat weet ik nog. Hij droeg me altijd op zijn schouders als ik thuis kwam. Maar hij moest heel vaak prijzen. Stom met dat. Ja, ja, joh. Ik weet niet meer van papa. Van tante Rosmarijn. Ik woonde bij tante Rosmarijn. Kent u die? Ja. Ik woonde bij haar voordat ik bij hem gratis kwam. Tante... Nou, maar joh. Ik ken tante Rosmarijn. Ze denkt altijd heel veel aan je. En ze houdt heel veel van je. Ja. Echt waar? Ja. Hé, moet het nou, Jochie.
Heb je geen zakdoek? Nee, ik ook niet. In de la. Nou, dat licht op, hè? Kijk eens. Dit heb ik van tante Rosmarijn gekregen. Ruik er eens aan, meneer Frans. Ze heeft het stiekem aan Jan Toreloor meegegeven. Het zijn kruiden. Ze heeft het in de eigen tuin voor mij geplukt. Speciaal voor mij. Dat is iets heel kostbaars, Gert-Jan. Ja, hè? Het is geheim. Maar niet voor u, hoor. Wij hebben al heel wat geheimen samen, hè? Maar nu moet je toch echt gaan slapen? Ik heb nog helemaal geen slaap. Nee, dat zie ik. Kom. Lig je lekker? Ja, meneer. Misschien komt Ivan straks nog wel. Om je voetkussen te zijn. Ja. Wel rusten. Oh, meester, ik wou dat ik Geert-Jan was. Wat wou je, Maarten? Dat ik Geert-Jan was. Lekker niet naar school. En een echte schat zoeken en een geheime gang ontdekken. Meen je dat, Maarten? Menen jullie dat heus? Wie zou er echt willen ruilen met Geert-Jan? Geert-Jan heeft veel. Hij woont in een kasteel met ontelbare kamers. En misschien een schat. Hij heeft elke dag vrij. Hij kan ronddwalen zoveel als hij wil. Maar hij is ook alleen. Hij durft niemand te vertrouwen. Alleen Ivan. Een poes. Hij heeft geen moeder. Geen vader. Geen broers en zusjes. Alleen een oom. Van wie hij niet houdt. En die ook niet van hem houdt. En bezoek mag er voor hem niet komen. Bent u daarom zo onderwijzer geworden? Niet onderschat? Niks zeggen. Alleen even nadenken. Zouden jullie echt in alles met Geert-Jan willen ruilen? Dat is die graaf, hè? Houdt Geert-Jan gewoon gevangen. Zou jij er nog een keer heen durven? Nou, ik niet, hoor. Al zou je willen, je kan er niet heen. Ze laten je gewoon niet binnen. Ja, maar Geert-Jan dan? Ik bedoel, juf Rosmarijn heeft gezegd dat we Geert-Jan moeten helpen. Ja, maar hoe dan? Nou, dan gaan we naar mijn juf Rosmarijn toe. Ja, dat doen we. Kom op, we gaan. Oké. Ja, kom op. Jullie me helpen met rollen? Oh, we willen best helpen, hoor, maar... Jullie komen voor wat anders. We komen om Geert-Jan, we willen zo graag iets voor hem doen. Ja, en u zei dat we hem konden helpen. Ja. Maar hoe kan dat nou als we niet eens bij hem mogen komen? Jullie weten toch wat in het verzegeld geschrift staat, begraaf Gregorius? Eén alleen zal mij niet vinden. Nou, daar mag dan niemand bij Geert-Jan komen. Maar wil de graaf dan niet dat Geert-Jan de schat vindt? De graaf wil de schat zelf hebben. Maar we komen toch niet voor de schat? We komen toch voor Geert-Jan om te zeggen dat we zijn vrienden zijn? Maar er staat nog iets in het geschrift. Alle kinderen zijn je vrienden. Nou, daarom mogen jullie dus niet bij hem komen. Maar er bestaat ook nog een ander soort vriendschap. Op een afstand. Hoe kan dat nou? Er is maar geen telefoon in het trappenhuis. Jullie kunnen toch schrijven? Ja, dat is een leuk idee. En dan geven we de brieven aan meester Frans. Aan meester Frans de Rode, precies. Schiet erop, straks komt hij.
Ja, ik ben bijna klaar. Zie je wel, daar is hij al. Brieven? Een heleboel brieven. Voor Gert-Jan, van ons allemaal. De hele klas. Wilt u ze aan hem geven? Wat een leuk idee. Dankjewel, Maarten. Ik weet zeker dat hij daar heel blij mee zal zijn. Maar het is wel geheim, hè, meester? Natuurlijk, Maarten. Maar laat dat maar aan Frans de Rode over. Ja. Dag. Dag, meester. Wat is er? Die ellendige jongen. Hij wil niet naar beneden komen. Het is mijn schuld niet als hij doodvalt, hoor. Gert-Jan, kom onmiddellijk naar beneden. Die jongen is speelt met zijn leven. Ik ga de graaf roepen. Nee, wacht maar. Hij komt zelf van de plaats. Als je niet onmiddellijk naar beneden gaat, dan kom ik je halen. Ik beloof je één ding. Als we beneden zijn, dan krijgen we mij zo'n pak slaag dat je 3 dagen niet meer kan zitten. Eigenlijk wel jammer dat ik het nou voor niks krijg. Wat? Dat pak slaag. Als ik nou de schat had gevonden, zou het me niet zo verschelen. Zeg, dat lap je me niet weer, hè? Ik wilde eigenlijk paddenstoelen met jou gaan zoeken vanmiddag, maar... Fijn! Ik heb er een boek over. Ik ga het meteen halen. Zijn er moeilijkheden? Oh nee, we gaan paddenstoelen zoeken. Ik hoorde dat Ben Neef het nodig vond om het dak te inspecteren. Inderdaad. Maar u ziet, hij is weer veilig beneden gekomen. Dat spreekt vanzelf. Er is geen griezenstein die niet kan klimmen. Maar de vraag is alleen, wat zocht hij daarboven? Hij gelooft te veel in sprookjes. Hij heeft te veel fantasie. Maar het gaat wel over als hij ouder wordt.
is hier vast een eekhoorntje in de buurt. Ha, nee hoor, ik ben het. Roberto! Hoi, ik wou je even goeiedag zeggen. Machtige hoed heb je. Mag ik hem even op? Ja hoor. Jeehoe! Ja! Je wist zeker al dat hij hier was, hè? Nee hoor. Je moet een beetje oppassen, Roberto. Je bent hier op verboden terrein. Maar ik blijf mijn hele leven hoor. Kom je morgen weer? Nee, morgen kan ik niet. Jammer. Of volgende week zondag kom je wel, hè? Dan ben ik jarig, dan moet je komen. En dan blijft u ook logeren, hè? Ik ben bang dat jij dat niet kan beslissen, joh. Nou, ik kom zeker en ik neem mijn gitaar mee en we maken er een groot feest van. Hoi. Dag. Het zou best leuk zijn. Een groot feest. Volgende week. Ja. Ik zou er maar niet te veel op rekenen, joh. Nee, mijn vaders vinden het vast niet goed. Als er iemand jarig is in uw klas, wat doet u dan? Dan teken ik een grote vlag op het bord. En dan zingen we met z'n allen Lang zal hij leven. Eigenlijk best kinderachtig. Maar ook wel leuk. Dan heb ik een verrassing voor je. Hierin zitten brieven van alle kinderen van de klas. Oh, dank u wel. Misschien kun je ze nou ook... Wat doet die kat nou? Hij ruikt een muis. Is iets op het spoor. Wat is er dan, Ivan? Muizengat? Een muizengat, zeker? Nee, het is veel groter. Ik kan er met mijn hand in. Ik voel iets. Zal de sleutel vinden. Geef me naar mij, ik zal het voor je bewaren. Ah, meneer Van der Steeg. Prettig dat ik u nog even zie. Drinkt u een kopje thee mee? Nou, ik wou eigenlijk net... Nou goed, één kopje dan. Mejuffrouw Rosmarijn! Mejuffrouw Rosmarijn! Groenoog heeft de sleutel gevonden!